Een warm welkom voor Bas Boersma van Cisco, die ons weer een hele andere kant van IoT gaat laten zien. Goedenavond. Dat hele Internet of Things, wordt dat nou echt een realiteit? En we hebben net het verhaal van Helen gehoord, het gaat over lampen. En dat zijn natuurlijk geconnecteerde dingen, maar is dat nou een uitzondering of wordt dit nu echt realiteit? Is die toekomst nou nabij? Komen we nou echt een keer voorbij die connected ijskast? Want daar hebben we het al sinds Titulaar over. En ja, we komen voorbij die ijskast. Denk aan auto's, en niet alleen Tesla's, maar ook Volkswagen. Denk ook Volvo en alle grote merken. Die zetten hun apparaten vol met sensoren. En het zijn niet alleen auto's die het verkeer slim maken, maar denk ook aan ons eigen Rijkswaterstaat. Best een slimme centraal overheidsorgaan vergeleken met heel veel andere centrale overheden in Europa die over snelwegen gaan. Slimme tunnels, experimenten met vehicle-to-vehicle communications en road-to-vehicle communications. Over enkele jaren heb je dus ook geen matrixborden meer nodig of verkeersborden, want die informatie wordt je direct real-time aangeleverd in je auto. Het is maar één voorbeeld. Vliegtuigen produceren, een modern vliegtuig, een Boeing 787, die produceert 8 terabyte per vlucht ongeveer. Dat is ongelooflijk veel en dat komt uit alle onderdelen van het vliegtuig. Dat is niet mensentraffic, maar je hebt het over dingen, je hebt het over onderdelen van een motor. Hetzelfde geldt op voor gebouwen. Gebouwen worden steeds slimmer en dat heeft heel veel voordelen. Gebouwen hebben allemaal verschillende netwerken. We hebben lichtnetwerken, energienetwerken, we hebben informatienetwerken, veiligheidsnetwerken. Waarom breng je die bij elkaar? Enorme energiebesparing, maar je kunt ze ook beter aansturen. Dit is overigens ook, heeft geleid tot een partnership tussen Cisco en Philips, waarbij Cisco de netwerkcomponent voor zijn rekening heeft genomen en Philips de lichtcomponent, waarbij we hebben gezegd, waarom kunnen we niet die licht voeden op basis van IP-kabels? Want dan heb je een laag voltage lijntje oplopen, heb je heel veel andere elektriciteit niet nodig en het gebouw wordt een stuk energie-efficiënter. Prachtig voorbeeld. Maar ook een heel mooi voorbeeld is smart energy grids. Slimme energienetwerken die vertrouwen op connectiviteit. Slimme meters in je meterkast. Ik vraag me altijd een beetje af hoe slim die eigenlijk zijn, want daar hebben jij en ik eigenlijk niet zoveel aan vaak. Maar heel veel andere onderdelen van het energienetwerken worden wel degelijk steeds slimmer. Zonder die intelligente component, zonder het connecten van alle onderdelen in het netwerk, op een gegeven moment wordt het heel erg lastig om die echte verduurzaming in energienetwerken mogelijk te maken. Dat Internet of Things, dat is hier dus al en het groeit ook op een enorm tempo. Die blauwe lijn is Azië, Oost-Azië, ziet dat dat heel erg gegroeid is. Maar de groeicurve op West-Europa is groter. Dus de hoeveelheid dingen die groeien, die geconnecteerd zijn in ons stuk wereld, ja, dat groeit hard en we zijn leidend daarmee. Het is niet alleen het Internet of Things. En ik vind dat heel belangrijk om dat te onderstrepen. Het Internet of Things, het internet der dingen, is maar een onderdeeltje in de grotere digitalisatieslag die we nu zien. En dan is het wel interessant om iets breder te kijken naar wat zijn nou de getallen waar we mee te maken hebben. We hebben te maken met 1,8 miljard is dat in het Nederlands, posts op het internet en plaatjes per dag geplaatst. 60 triljard webpagina's in 2015. 80 miljoen blogs per dag. 15.000 nieuwe apps per week. We lezen nu 3 keer zoveel als in 1980. Je kunt je afvragen wat de kwaliteit is van dat wat we lezen, maar we lezen 3 keer zoveel. Internet traffic, het totale verkeer van internetinformatie, is gegroeid in 24 maanden van 49 exabytes naar 75 exabytes. Als u geen idee heeft wat een exabyte is, kan ik me voorstellen, it's a heck of a lot of data. En het groeit exponentieel. We hebben ook met cybersecurity te maken. Hoeveel cyber threats denkt u dat er per, weet ik veel hoeveel tijdseenheid, zijn in de wereld? Probeer het eens. Getallen. Miljoen per? ...2,5 miljoen cyber threats per seconde. Elke seconde 2,5 miljoen cyber threats. En dit is wat wij Cisco op het netwerk meten. Tegelijkertijd komen er, nu kom ik wel weer terug bij het Internet of Things, 100.000 tot 1 miljoen nieuwe dingen bij per uur op het netwerk. Nieuwe dingen. 100.000 tot 1 miljoen nieuwe objecten. Talking about growth. Hoe ongelooflijk exponentieel dit is. Al met al met het connecten van onze energienetwerk, onze transportsystemen, onze veiligheidssystemen, onze zorg, hebben we het hier
over eigenlijk de volgende essentiële infrastructuur. En het hangt met name op het Internet of Things. In 2007 hadden we al dat moment dat er net zoveel dingen als mensen waren geconnecteerd aan het internet. Afrika komt er nog bij in termen van mensen, dat is lineaire groei inmiddels. Maar dingen is exponentieel. We groeien naar een getal van 50 miljard ergens per jaar 2022 verwachten. Dus dat is een heel groot aantal objecten waar we naartoe groeien. Dat Internet of Things is een leuk technologisch wonder. Het is mooi dat het allemaal gebeurt. En het heeft een enorme impact op allerlei deelaspecten. Zeg dat transport, zeg dat straatbeeld. Maar het gaat ook wel verder dan dat. Eigenlijk leidt het tot een situatie dat we een digitalisatieslag zien voor elk bedrijf, elke stad, elk land, elke organisatie verdigitaliseert. En met het woord digitalisatie ter verduidelijking, ik heb het niet over gewone analoog naar digitaal gaan, een archiefje digitaliseren, wat we al 30, 40 jaar doen. Ik heb het hier over een omslag van cultuur en organisatievorm. Die leidt tot nieuwe diensten, nieuwe producten. Die vergt nieuwe skillsets van werknemers. Mensen die zich op een andere manier voorbereiden op de markt. Nieuwe mogelijkheden rondom data, nieuwe businessmodellen. We hebben te maken met platform revolutions, zoals Uber, die in één keer een hele taximarkt in één keer helemaal op zijn achterste benen zet. Wij geloven dat waar we nu staan met digitalisatie, als je dat hele avontuur ziet, dat de impact ongeveer 5 tot 10 keer zo groot gaat zijn als het internet tot nu toe. Ik maak wel eens de grap als je dat hele avontuur van digitalisatie zou vergelijken met het boek Het Ban van de Ring, Lord of the Rings, dan is Frodo net de Shire uit. Dat is ongeveer zo waar we in dat hele avontuur staan. Twee componenten, je kunt heel veel componenten uitlichten als het gaat om die digitalisatie, maar twee dingen wil ik bijzonder even benoemen. De net of everything, en dat is niet alleen net of things, maar dat is ook mensen, data en alles wat er omheen hangt, daar hebben we het al even over gehad. En het netwerkparadigma. Met het netwerkparadigma bedoel ik de manier waarop we onszelf georganiseerd zien. Even een heel klein stukje geschiedenis daar, maar de industriële revolutie heeft ons helpen organiseren op heel centralistische wijze. Centrale productie, centrale energievoorziening, centrale onderwijs, centrale inentingsprogramma's. Dat is het organisatorisch paradigma van 200-300 jaar geweest. We gaan naar een genetwerkt paradigma. Kijk naar hoe kinderen leren. Kijk hoe onderwijs inmiddels vernetwerkt. Kijk naar hoe energie vernetwerkt. In plaats van één centrale energiecentrale, één kolencentrale die 40% van zijn energie verliest naar het eerste punt waar het nodig is. In plaats van een echt smart energy grid dat gedistribueerd is. Dit netwerkparadigma is bepalend voor de hele manier waarop de samenleving wordt georganiseerd. Maar wordt ook bepalend voor hoe we kijken naar onze bedrijfsvoering. Die twee componenten in digitalisatie, dat Internet of Everything en het netwerkparadigma, dat zie je in al deze dingen terug. Ik heb het al over energienetwerken gehad. Ik noemde net even learning. We hebben het al over transport gehad. Werk is ook steeds gedistribueerder. Lang niet alle werkgevers vinden het nog relevant om mensen van 9 tot 5 op één centrale werkplek te hebben. Die dingen worden ook allemaal steeds meer gedistribueerd. Maar denk ook aan healthcare. Gezondheidszorg. We hebben de term gezondheidszorg al eeuwen, maar we hebben eigenlijk nooit gezondheidszorg gehad. We hebben altijd ziekenzorg gehad. We komen typisch bij de garage aan als het te laat is. Waar we nu toe in staat komen, we komen bij het punt dat we steeds meer in staat zijn om ons eigen gezondheid echt goed te monitoren en te zien wat er gebeurt. Dan heb ik het niet alleen over de Fitbits die heel veel van ons inmiddels hebben, maar dan heb ik het ook over dat je zometeen met een heel kleine tablet die je inslikt met een heel kleine sensor erin een totale readout krijgt van je gezondheid en ook precies weet wat daar wel en niet gebeurt. We zitten echt op de rand van die revolutie. Er zitten wat ethische kanten aan, heel veel vragen, maar technologisch komt dit eraan. Het heeft ook een enorme economische impact en het is uiteraard een veel te ingewikkelde slide en veel te diep en daar hebben we de tijd helemaal niet voor. Maar het geeft wel even iets aan over, en er zitten ook heel veel ondernemers in de zaal, het geeft iets aan van waar dat die hele revolutie naartoe gaat. Het gaat al steeds minder om pure centrale controle en steeds meer gaat het om peer-to-peer, om sharing, om platform.
We hebben het steeds minder over pure asset-centric en producten, maar steeds meer over services en dingen als een service verkopen. De vraag kwam net uit de zaal, waarom moeten lampjes als producten worden verkocht als het ook als een dienst verkocht kan worden? Nou, het ene bedrijf heeft daar het ene antwoord op, het andere bedrijf heeft daar een ander antwoord op. Nou, ik zou zeggen dat het algemene trend die kant op is. Het gaat niet alleen meer om customer value, maar ook om het creëren van waarde voor de ecosystemen van partners met wie je werkt. Nou, ik kan er heel lang bij stilstaan, maar dit zijn dingen die ongelooflijk belangrijk zijn voor onze samenleving, voor onze steden, ook voor onze bedrijfsvoering. Het internet der dingen en het internet van alles groeit enorm. Digitalisatie is koning. Maar hoe organiseren we dit nu op een goede manier? Kunnen wij dit überhaupt aan? Die veranderingen gaan eigenlijk exponentieel. Maar onze mindset is lineair. Onze cultuur past zich niet zo snel aan. Hoe gaan we met dat gat om? We hebben ook hele andere dilemma's inmiddels. Dat is namelijk digitale divides die steeds groter worden. Mensen die banen verliezen. Hoe gaan we daarmee om? Kunnen we dat aan? En als jij denkt, u denkt, mijn organisatie draait allemaal wel, dit loopt wel. Kijk, de verwachtingen zijn dat 40% van alle bedrijven die vandaag de dag bestaan, over 10 jaar niet meer bestaan. Als ze niet hard genoeg mee innoveren en niet genoeg die digitalisatieslag maken. Dit zijn wezenlijke vragen waar we mee aan de slag moeten. En dat maakt het complex. Ik maak graag de grap dat ik geboren was in het jaar 29 BG, before Google. Google was opgericht in september 1998, dus dan kunt u nu uitrekenen hoe oud ik ben. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Ik sta met één been in een oude wereld en andere been in een nieuwe wereld. Ik heb aan de universiteit vroeger in de jaren 80 mijn scripties gewoon geschreven op een typemachine. En dat maakt me tot een oud persoon. Aan de andere kant sta ik in een nieuwe wereld. Dan sta ik ook in de rol die ik heb. En dat plaatst je in een heel prettige positie. Dat gaat voor veel van ons op hier in de zaal. Voor mij is de aanleiding geweest om een boek te schrijven. En dat boek komt overmorgen uit. Het heet A New Digital Deal. En iemand in de zaal hier is vandaag de gelukkige eigenaar ervan. En daarmee een van de eerste 50 eigenaren in de wereld. Dus dat is een heel bijzonder exemplaar. Koester dat. Maar dat gaat er vanavond uit. De reden dat ik het heb geschreven is vanwege het soort van vragen die zojuist op ons is afgekomen. Hoe gaan we nou met die hele revolutie om? Ingewikkeld model. Ik ben me bewust van hoeveel tijd we hier hebben. Ik ga uiteraard niet al deze dingen benoemen. Maar voor elke overheid, elke stad, elke grote organisatie die een digitalisatiestrategie aangaat en hem echt doordenkt, zal deze building blocks voor zichzelf tegen het licht moeten houden. Hoe ziet mijn leiderschap eruit? Wat is mijn visie? Visie is niet een PowerPoint, maar hoe zorg ik ervoor dat ik een digitale visie ontwikkel die echt zijn wortels heeft in de gemeenschap of in de organisatie en in de cultuur waarmee ik werk? Wat is mijn digital governance? Heel belangrijk, digitalisatie, dames en heren, is niet de business van de IT-manager. IT-manager die zorgt ervoor dat de PC's blijven draaien. Platgesteld. Digitalisatie gaat over organisatiecultuur. Het gaat over nieuwe manieren van je diensten aanbieden. Dat is een horizontaal gegeven dwars door de hele organisatie heen. En dat betekent dat je ook die nodige governance in je organisatie daartoe moet instellen. The art of connecting everything. Het is een kunst om het goed allemaal geconnecteerd te krijgen. Zeker als je aan een hele grote operatie begint. Of je nou Shell bent met allemaal olieboorplatformen. Of dat je in een stad bent die tienduizenden parkeerplekken, allerlei andere mobiliteitselementen aan elkaar moet koppelen. Dat goed te doen is een kunst. Ik kan daar heel lang over praten, want daar heeft mijn bedrijf alles mee te maken. Zal ik niet doen. Maar dat dit een kunst is en steeds belangrijker wordt om ervoor te zorgen dat je dit seamless en veilig voor elkaar krijgt, is een absoluut gegeven. Standaarden. Internet of Things is een nieuwe industrie. Het probleem met elke nieuwe industrie, denk terug aan de vroege dagen van elektriciteit. De strijd tussen gelijkstroom en wisselstroom. En wie dat ging winnen. Je ziet die strijd ook in de Internet of Things. Er zijn nog bepaalde businesses, beginnen die standaarden te ontstaan. Maar heel veel plekken in de wereld rond specifieke industrieën en markten zijn die standaarden er nog niet. Veiligheid, ik heb het al over gehad, ik hoef het niet nog een keer te benadrukken. Big data, wat doe je met die data? Het gaat niet alleen over het connecten van dingen, maar ook de data die eruit komt. En als je daar niks mee wil, hoe zorg je in ieder geval voor dat andere mensen daar ook geen misbruik van kunnen maken? Of misschien juist op een goede manier gebruik van kunnen maken.
Hoe zien de ecosystemen eruit? Want heel veel van de dingen die u misschien bedenkt, van dit zou ik kunnen doen, dit zou mijn stad kunnen doen, of dit zou mijn bedrijf kunnen doen, ga je niet alleen doen. Daar zul je anderen bij nodig hebben. En dat vind ik ook heel mooi van het verhaal van Helen. Je hoort, ja, wij hebben daar Amazon bij nodig, met dat apparaat, of we hebben Apple daarbij nodig. En dat ecosysteem zie je ontstaan rond zo'n nieuw product. En die ecosystemen hadden zonder het Internet of Things ook weer niet bestaan. Dan was je daar niet bij uitgekomen. Dus die ecosystemen doordenken, wie zijn mijn partners van de toekomst? Of hoe ga ik anders om met mijn oude partners? Zijn cruciale vragen voor een overheid, maar ook zeker voor bedrijfsleven. Good design. Alles begint en eindigt met good design. Philips is heel goed in design. Apple is heel goed in design. Maar ik heb het niet alleen over goede design, zoals in een iPad. Maar ik heb het ook over design van businessmodellen, netwerken. Alles wat te maken heeft met digitalisatie. Met bad design kom je uit bij digital divides en disruptie van de verkeerde soort. We zullen onze skillsets moeten aanpassen. De traditionele salesman, de traditionele verkoper, die heeft het straks lastiger. Heel veel andere, niet alleen blue-collar jobs, maar ook white-collar jobs are on their way out. Proof of values, de ethiek. En daar wil ik mee afsluiten, want daar heb ik ook heel veel aandacht aan besteed in mijn boek. Moeten we alles willen wat we krijgen? Omdat het kan, moeten we het ook krijgen, moeten we het ook omarmen. Als je kijkt naar het verlies van banen, begraafd van automatisering, daar kun je ook bijna, misschien moet je het ook niet willen dat dat weggaat, maar wat krijg je daar dan voor in de plaats? Hoe gaan we daarmee om? Weten we nog altijd wat er onder de motorkap zit? Voor die mensen die de jaren 80 hebben meegemaakt, nog op een Commodore 64 hebben gezeten, en er zijn er waarschijnlijk wel een paar van in de zaal, dan wist je ook echt wat dat ding kon en je moest hem zelf programmeren. Maar we zijn al lang dat punt voorbij. We hebben geen idee meer wat er onder de hoed zit. We nemen al die nieuwe apps en al die nieuwigheid on interface value. En dat is best een dilemma. Daar moeten we op een gegeven moment ook nieuwe ethiek omheen definiëren. We moeten voor onszelf de waarde bepalen van wat vinden we wenselijk, wat vinden we niet wenselijk. En dat is best een slag die we te maken hebben. Digitalisatie en Internet of Things biedt heel veel mogelijkheden voor heel veel partijen. Die mogelijkheden zijn er vandaag. Je voelt vaak ook een beetje de hitsigheid in de communicatie. In diverse presentaties, misschien ook wel de mijne. Die hitsigheid van, ik moet er wat mee. Maar. Een plan zonder actie is als een dagdroom. Maar actie zonder goed plan is een nachtmerrie, dat is een Japans gezegde. Dus laat je ook niet gek maken door alle dingen die je hoort in de markt, de gehaastheid. Al deze dingen spelen wel nu en er gebeurt ontzettend veel in het hier en nu met een enorme snelheid. Maar denk het goed door, waar is het relevant? Maak het een board level concern, zet het op de agenda, denk het goed door. Doe dat met partners, doe het niet alleen en definieer op die manier je eigen succes. Dank u wel. Dankjewel Bas. Zijn er ook nu weer vragen in de zaal? Even beginnen aan deze kant. Jochem Donkers. Ik heb een vraag over die een of tweede laatste sheet. Value, technology, foundational en organizational. Welke van die vier zie jij als bottleneck in de verdere ontwikkeling van de IoT of de hele digitalisering? Ik kijk, welke waren dat, zei je? Value, foundational, organizational en technology. Welke van die vier categorieën zie je als mogelijke bottleneck in verdere ontwikkeling? Ik vind ze allemaal bottlenecks. Al deze 20 factoren en al deze 4 kwadranten zijn allemaal bottlenecks. Het is een van die vraagstukken waarbij als je één draadje uit het weefselwerk trekt, dan ontrafelt de hele boel. En daar ligt de complexiteit ook in. Je kunt al deze dingen voor elkaar hebben, maar als je een visie ontwikkelt die in PowerPoint werkt, maar niet bij de gemeenschap of bij het bedrijf, dan stort de boel in. Je kunt dit allemaal prachtig organiseren, maar als je veiligheid niet op orde hebt en je hebt één hek, dan lig je plat. Het hangt ongelooflijk met elkaar samen. Er zijn wel een aantal dingen waarvan ik zeg, begin daar in ieder geval. En als ik zeg begin, dan begin je niet met technologie. En dit is de fout die heel veel technologiebedrijven hebben gemaakt, waaronder Cisco. Te veel beginnen met technologie en technologiepropositie en dan hopen dat de markt erop zit te wachten. De technologie moet volgen en dan zou ik dus zeggen, begin met
Wat is echt je eigen visie? Wat heb je echt nodig als bedrijf, als gemeenschap? Wat wil je echt bereiken? Dat in de kern. En dan ook beginnen met good design. Hoe ziet dat er nou uit? Kijk, Philips, bewonder ik Philips altijd voor. Die kunnen dat. Die kunnen echt komen, echt design, met iets wat je echt wil. En van daaruit trek je ook die markt naar je toe. En als je daar niet begint, dan kun je de meest prachtige oplossingen creëren die echt in theorie een ongelofelijke functie hebben in de markt of in een stad of wat dan ook. Maar als die good design niet is, dan stort het ook in elkaar. Dus dat zijn voor mij een aantal van de startpunten die je in ieder geval moet hebben. Ja, oké. Ja. Je buurman. Stefan Lever. Hoe speelt Cisco op dit moment in op Internet of Things? Sorry, nog een keer. Hoe speelt Cisco op dit moment in op Internet of Things? Kijk, Cisco, voor mensen die Cisco niet goed kennen, dat is niet zo raar, want je koopt niet zoveel van Cisco in een winkel. En maar wat Cisco doet, is wij bouwen netwerken. Wij doen dat al 34 jaar. En daarin zijn we heel erg dominant. 80% van alle data wereldwijd die er is, van alles wat maar geconnecteerd is, loopt ergens door een router switch van Cisco. Dat is behoorlijk heftig. Wat Cisco altijd heeft gedreven is de vraag, en ook uit het bedrijfsbelang van Cisco, is goed vooruit te kijken van waar gaat dit naartoe? Wat is nu de vraag die gaat ontstaan? Omdat als we niet daar goed op inspelen, dan loopt het vast. Een heel simpel voorbeeld vanuit netwerkdesign. De internetdesigns, de architecturen van de afgelopen pakweg 25 jaar, die zijn eigenlijk heel simpel geweest. Je hebt een datacenter, daar zit alle intelligentie in. Voor de rest heb je de eindgebruikers allemaal eigenlijk betrekkelijk domme nodes. Maar als je nadenkt over het verkeerssysteem van morgen, dan moeten auto's direct met auto's kunnen praten. Die auto moeten niet een signaal terugsturen naar een datacenter en dan weer terug naar het stoplicht, want dan is het al veel te laat en bovendien onveilig. Je zult dus intelligentie aan de randen van het netwerk moeten bouwen. Nou, dat is een vraag. Dat is een hele belangrijke vraag voor ons. Hoe zorgen we ervoor dat we dat goed doen en dat we daar de eerste in zijn? En daarmee zijn wij ook leidend in, of één van de partijen die leidend zijn in de wereld om dat Internet of Things een realiteit te maken. Omdat je aan dat soort netwerktechnische randvoorwaarden niet kunt voldoen, dan wordt dat Internet of Things ook geen realiteit. Antwoord op je vraag? Ja? Hoi, Nauti Greef. Ik neem aan dat je wel een chipje in je boek hebt gestopt. Wat zou je van de lezer willen meten? Yes. Jij krijgt een boek. Wat ik van de lezer zou willen weten. Meten. Een van de dingen die ik zou willen weten is waar mensen intuïtief in een vroeg stadium het meest in verzet schieten. Om dat eenvoudige reden dat er... Je hebt heel veel verzet en angst en dat is er terecht. En daar moet je wat mee. Je moet überhaupt met al die angst wat mee. Mensen die angst hebben voor cybersecurity. Mensen die angst hebben voor een te ver doorslaande vertechnologisering van de samenleving. En dat je een soort van readout zou kunnen hebben waarbij mensen echt in het rood slaan bepaalde stukken tekst. Nou, dat zou ik wel willen weten. Ook omdat sommige dingen, die kun je dus heel goed adresseren technologisch. Maar er zijn ook heel veel dingen die zijn psychologisch en die vergen gewoon een betere communicatie. En nou, dat inzicht, dat lijkt me buitengewoon nuttig. Nog meer vragen in de zaal? Oh, kom ik zo nog naar die kant? Hi, Jennifer Vogels. Het is allemaal heel erg leuk en interessant natuurlijk, maar ik merk wel dat heel veel van de oplossingen binnen IoT voor mijn gevoel meer weg zijn gelegd voor echt grote bedrijven dan MKB'ers. Of vind je dat ook zij overal een sensor op moeten en kunnen plakken? Moeten zij daarin mee? Het gaat niet om sensoren, denk ik. Ik denk dat het gaat om digitalisatie. En in de digitalisatieslag zie je dat dingen een belangrijk onderdeel gaan worden. Maar wat ik ook eerder heb proberen aan te geven, het gaat om de organisatiecultuur, om de mate van genetwerktheid. Kijk, je kunt een boekenwinkel beginnen, maar als je niet dezelfde agility hebt, flexibiliteit van die partijen die online een heel vergelijkbare dienstverlening kunnen bieden, dan zijn je kansen gewoon klein. Dus ook voor midden- en kleinbedrijf zijn digitalisatieslagen zeer belangrijk. En het Internet of Things is maar een laagje. Ik zie de wereld niet als idealen door overal sensoren op te plakken. Dat is een nutteloze propositie. Maar digitalisatie betekent wel dat je gaat nadenken steeds meer over wat is slim om te connecteren en welke data is relevant voor mij.
En hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie zelf gedistribueerd, genetwerkt opereert, zodat ik ook daadwerkelijk kan leveren wat ik wil leveren en bovendien de concurrentie voor ben. En in die zin is het juist voor MKB iets, omdat, ja, ook wel een ontboezeming, ik sta hier namens een groot bedrijf. En grote bedrijven hebben prachtige presentaties, ze kunnen heel veel praten over innovatie. Maar wat ik zie, is grote bedrijven zijn heel goed in incremental innovations, innovaties die lineair worden ingezet. Dus verbeteren een product. Hè. Na Nintendo, die krijg je Nintendo 8 en 9. En dan kan het weer wat meer, om maar even plat te gooien. De beste, de meest disruptieve innovaties, ook digitale innovaties, die komen juist vaak uit MKB-hoeken. Dus wat dat betreft gaat het minstens zo hard op voor MKB als voor het grote bedrijfsleven. Laatste vraag aan deze kant en dan alle andere vragen straks mooi tijdens de borrel. Dag Bas, Ron van Anholt. Allereerst dank voor je wervelende presentatie. Ik had even het idee dat de orkaan uit Amerika hier was geland. Maar mijn vraag ligt een beetje in het verlengde van wat Jennifer vraagt. Je ziet blockchain technologie ontstaan, je ziet algoritmes ontstaan die vreselijk kostbaar zijn qua ontwikkeling. Zie jij platformen ontstaan buiten de grote bedrijven die dat ook dus bereikbaar maken voor het MKB? Om daar hun grote mate van flexibiliteit op te gebruiken? Ja, ja, de vraag is vrij abstract, dus ik kan hem op heel veel manieren insteken en beantwoorden. Maar ik denk dat platformen gaan steeds minder over één duur prijspakket. En het is geen Oracle à la jaren 90 of een SAP 2002 waarbij je een enorm bedrag betaalt. En dat is alleen bereikbaar voor groot bedrijfsleven en niet voor MKB. Ik zou zeggen dat heel veel platformen en platformrevolutie die gaan eigenlijk steeds minder over hoe wordt dat platform nou verkocht. En veel meer over hoe wordt het gebruikt en hoe aggregeert het platform vraag en aanbod. Hè, een Uber kun jij gratis tot je nemen. En dat gaat ook op voor de zakelijke markt. Je ziet steeds meer platformen ontstaan die zeggen, het is er, ik ga het gebruiken. En pas door gebruik gaat het je misschien iets kosten, maar kun je er ook wellicht iets aan verdienen. Bovendien zijn platformen, een hele platformrevolutie, gaan ook steeds minder over een producent versus een consument. Hè, waarbij de consument wat betaalt aan de producent. Het gaat steeds meer over prosumers. Waarbij je zelf ook data aanlevert die misschien weer waarde heeft. Dus wat dat betreft, naarmate die revolutie voortzet, vind ik juist dat dit bereikbaarder en laagdrempeliger lijkt te gaan worden voor eigenlijk alle mogelijke soorten gebruikers, klein, groot. Dan een groot applaus voor Bas.